Hey, hallo allemaal. Welkom bij het nieuwe weerbericht van vandaag, 24 april. En we liggen weer aan de wisselvalligheid. De voorbije nacht is een storing doorgetrokken met wat regen. En vandaag overdag komen we weer in een koele noordelijke stroming terecht, met in het kielzog van die storing tal van verspreide buien. Dat zijn soms felle buien, die vallen overal en vallen in de ochtend al en die kunnen de hele dag doorgaan. Dat zijn buien van regen, maar ook hagel, korrelhagel, stofhagel kan erbij zitten. En ook weer een lokale donderklap. Die lokale donderklap, dat is zeker niet overal. Mensen vragen mij soms, ja, waar is dat dan? Wel, ja, dat kan overal zijn, maar zeker niet op elke plek. Het is echt maar heel plaatselijk dat er eens een enkele donderklap kan zijn. De meeste plekken merken daar dus niks van, maar ik geef het toch mee, omdat het mogelijk is. Het is wel zo, in de loop van de dag gaan de buien geleidelijk wat verminderen, zeker in het westen en de westhoek. Daar zou het later vanmiddag toch meer droog moeten worden. Elders kunnen die nog blijven doorgaan, maar ze zouden vanmiddag wel moeten afnemen in aantal en in intensiteit. Het is ook weer koele lucht waar we in zitten. Die lucht laat geen hogere temperaturen toe dan hoogstens 10 graden in de breedste opklaringen. Maar meestal zitten we met maxima van 8 à 9 graden. En tijdens en rond buien ligt die temperatuur zelfs nog minder. In een felle bui kan dat maar een 3, 4 graden zijn. Dus ja, toch frisse temperaturen voor eind april. Verder ook redelijk wat wind. Aanvankelijk waait die zwak boven land. Aan zee is die al matig. In de loop van de dag wordt die daar vrij krachtig met uitgieters tot 50 km per uur. Boven land wordt dat een matige tot vrij krachtige wind die dan tegen de avond weer geleidelijk wat gaat afnemen. Vanavond en vannacht aanhoudend buiig. Zeker landinwaarts en aan de kust. In het westen wordt het wel minder en later in de nacht verdwijnen de buien ook elders geleidelijk aan, al kan een enkele toch zeker tot de ochtend blijven opduiken. Het is koel, 3-4 graden. Tijdens een langdurige opklaring kan het landinwaarts misschien eventjes tot wat lichte grondvorst komen, maar de meeste plekken houden nog net licht positieve temperaturen. Morgen wisselvallig. Hoe kan het ook anders? Opnieuw een koele noordelijke, noordwestelijke stroming. Daar zit veel bewolking in, hier en daar nog eens een bui. De kans op een bui neemt toe naar de avond, omdat er dan weer een zwakke storing doortrekt. En de temperaturen komen amper van hun plek. 10, misschien morgen lokaal 11 graden, maar daarmee is het dan alweer voor bekeken. De wind neemt wel af. En dat is een trend die op vrijdag doorzet. Dan gaat die wind naar een noordoostelijke richting. In de loop van de dag draait naar zuidoost. Het is en blijft wisselend tot zwaar bewolkt. Nog steeds kans op een lichte verspreide bui. Al zou op vrijdag de meeste plekken toch een droge dag moeten kunnen noteren. Bij temperaturen die ietsje hoger uitkomen, 11, 12 graden. In het weekend draait de wind naar zuid tot zuidwest en wordt die koude lucht weggeblazen. We krijgen dan meteen veel warmere maxima. Zaterdag gaan we al naar 17, 18 graden, iets wat we ook op zondag doen. Maar het blijft onstabiel. Zeker op zaterdag, maar ook op zondag kunnen er buien voorkomen. Ja, en dat kunnen felle buien zijn. Zelfs met kans op onweer erbij. Dus ja, we schakelen dan wel over naar veel zachtere temperaturen, maar de onstabiliteit die blijft helaas. Ik zet er eventjes de pluim bij en dan zie je dat we naar volgende week toe zelfs nog hoger in temperaturen geraken. We zouden richting 20 graden kunnen komen naar het midden van de week toe, maar het blijft onstabiel. Die onderste grafiek, die neerslaggrafiek, die blijft neerslagsignalen tonen. Zo, je bent weer helemaal gebriefd. Alvast bedankt voor het kijken. Graag tot morgen.